Welkom op OBS De Sleutelaar. Kom maar mee. Welkom op OBS De Sleutelaar. Een kleinschalige school waar gepersonaliseerd leren en eigenaarschap centraal staat. We vinden het belangrijk dat de zelfstandigheid van kinderen wordt vergroot en we samen verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling die ze doormaken. De basis van slimme werken zit hem in het gezamenlijk bepalen van de koers. Wat doen we? Waarom doen we het? En waar willen we naartoe? Vanuit deze vragen hebben wij ons nieuwe onderwijsconcept ontwikkeld. De Sleutelaar is een klassenwerkplek geworden omdat er een prettige werksfeer heerst onderling, waar iedereen elkaar met respect behandelt. Daarnaast is er door het kleine team veel ruimte voor autonomie en worden we allemaal nauw betrokken bij ontwikkelingen en trajecten. En er is altijd oog voor ieders kwaliteiten. Je voelt je gewaardeerd als persoon en professional. De nauwe samenwerking van leerkrachten, maar ook het betrekken van ouders en leerlingen, heeft positief effect gehad op de onderwijskwaliteit. En daarnaast hebben we ook hard gewerkt aan de werkomstandigheden. Een gezonde lunch en een fijne ruimte waar je na lestijden samen kunt ontspannen hebben zeker bijgedragen aan het werkgeluk. Ik ervaar veel werkgeluk tijdens mijn werk omdat ik voel dat mijn expertise wordt gewaardeerd. Door mijn collega's, maar ook door mijn leerlingen en hun ouders. Ik denk mee in mogelijkheden en ontwikkelingen van de school en daar wordt daadwerkelijk iets mee gedaan. En dat motiveert en geeft een gevoel van geluk. Als schoolleider zorg ik voor duidelijkheid en structuur. En dat creëer ik door transparant te communiceren. We noemen wat er goed gaat, maar vooral ook aangeven waar de verbetering zit. De structuur van deze samenwerking hebben we samen neergelegd en afspraken over gemaakt. En daar houdt iedereen zich aan. Ik voel me gewaardeerd wanneer ik verantwoordelijkheid en vertrouwen krijg van mijn leidinggevende. En als er naar mijn mening wordt gevraagd of een beroep wordt gedaan op mijn expertise en daar echt naar geluisterd wordt. Het verbeteren van de onderwijskwaliteit en werkgeluk stond hoog op onze agenda. De meest effectieve interventie was urgentie bepalen, concretiseren en vervolgens inhoudelijk blijven communiceren. We doen het samen en iedereen is verantwoordelijk. Dat communiceren zorgt voor verbondenheid en teamspirit. Als ik één tip zou mogen geven aan alle andere schoolleiders in Nederland, dan zou dat zijn: geef je collega's autonomie. Laat zien dat je voor ze bent, maar maak je collega's niet afhankelijk van jou. Je zult zien dat je daar zoveel voor terugkrijgt